Hi. Hey. Het uh, is een week geleden, denk ik. Hang on. Let me check. 21. Ja, een week geleden. Nou, dit komt op het dinsdag online, dus een week en een dag geleden. Uh, dat ik voor het laatst had geüpload. En toen had ik een bericht gelaten dat ik mezelf niet zo goed voelde. Dat ik een beetje tegen een burn-out aan zat. En dat ik even niet ging uploaden. En jullie vragen jullie vast af hoe het gaat met mij allereerst. Het gaat beter. Het stond ook al een titel: Het gaat beter. Ik ben nog steeds niet helemaal de oude en ik ga langzamerhand uh, werkzaamheden weer een beetje oppakken. Uh, gelukkig zat ik niet in een burn-out, want als je in een burn-out zit, dan kan je misschien wel een jaar, soms twee jaar, niks meer doen. En dat lijkt me niet zo'n goed idee, dus ik was er net voor eruit gestapt, maar ik heb wel een beetje verschijnselen. En die vakantie trouwens, die ik had gehad, was echt fantastisch. Je kan al de vlogs daarvan terugvinden op het YouTube kanaal van Jeremy. Uh, ik heb er echt mega naar mijn zin gehad, dus dat is goed. Dat is altijd goed. Uh, maar ik heb niet echt mijn hoofd tot rust kunnen brengen daar. Dat is een, uh, een beetje een nadeel. Dus ik ben nog niet helemaal hersteld. Uh, maar ik ga dus langzamerhand dingen oppakken. Ik heb vandaag, vandaag is het maandag, uh, wat kleine werkzaamheden gedaan. Heel veel dingetjes die ik een lage prioriteit heb gegeven. Zeg maar weggestreed van mijn lijstje. Dus niet meer gedaan. Dus daar ben ik nu mee gestopt. Wat me wel heel veel ruimte in mijn hoofd geeft om. Uh, mezelf meer te focussen op de dingen die ik wel leuk vind om te doen... en die voor nu het meest belangrijk zijn. En als mijn hoofd weer uh, wat beter is... ga ik wat meer dingetjes oppakken weer, denk ik. Uh, maar alleen nu wel wat ge, meer gedoseerd... zodat het niet weer zo ver komt. Dat is denk ik wel het belangrijkst. Dus ja, dat, uh, dat is eigenlijk even de update. Qua video's, uh, die drie Among video's... waar ik het in de video van vorige week over had... heb ik nog steeds liggen. Dus die komen morgen, overmorgen en de dag daarna online... Die drie dagen geven mij de tijd om weer eventjes rustig in het gareel te komen. Mijn huisdieren gooien alles om in de studio hiernaast. Moos, kom eens hier! Moos! Zo zat achter de kat aan. Anyways, die video's uh, geven mij dus in ieder geval de vrije tijd om weer een beetje uh, te kunnen grinden. Een beetje te kunnen opnemen, video's te gaan maken. Een beetje gaan nadenken over wat ik wil met mijn YouTube-kanaal. Uh, en dan vanaf zaterdag, denk ik, komen er weer nieuwe video's online die ik dan vers heb opgenomen. Met mijn kapotte hoofd. <laughs> uh, tot die tijd nog even een paar Among Us video's die ik nog had, had liggen. En daarna mwah, komen er weer nieuwe video's. Dus dat is de update. Uh, ik wilde toch nog even een video maken. Ik had ook al een community post en een story gemaakt. Dus uh, als je nog niet bent geabonneerd, abonneer dan eventjes. Dan kan je die voortaan ook zien. Of misschien volgens mij komen die ook wel eens op je homepage. Ik weet niet hoe dat werkt. Het gaat iets beter. En laten we daarop houden. En een berichtje naar alle mede-YouTubers van mij? Trek op tijd de stekker eruit. En uh, neem op tijd een stapje terug. Want uh, ja, het is het gewoon niet waard om tot het einde door te werken. En dat is iets wat ik me heb gerealiseerd. En dat wist ik eigenlijk altijd al. En daarom ben ik ook blij dat ik op tijd stopte. En niet de burn-out heb gehad. Die eraan zat te komen. Which is nice. Uh, I keep saying that. Dat, dat ik dat heel erg fijn vind. Um, streams ga ik ook weer hervatten op mijn Twitch pagina. Twitch.tv. Gewoon wat meer casual. Dus dat, kusjes. En ik ga nu. Brick and Morty kijken. <laughs> Oké, okay, bye.